welkom bij Ondernemers van Eigen Zeebodem, de derde uitzending. En ook vanavond zijn we weer in het Food Forum in Almere. Ondernemers van Eigen Zeebodem is een programma waarin ik praat met de mens achter de ondernemer. We hebben hier mensen aan tafel die zich inzetten voor de voedselindustrie in Flevoland. En we gaan op zoek naar wat hun verhaal is, hun familiegeschiedenis en waarom ze ondernemen juist hier in Flevoland. Jij kan thuis de hele avond met ons meepraten, dat doe je in de chat. Dus heb je vragen, heb je reacties of wil je gewoon laten weten dat je er bent, doe dat vooral in de chat. En wie weet praat jij hier dan virtueel mee ook aan tafel. Vandaag staat centraal het verhaal van Fadi Yassin en hij heeft het bedrijf Arabic Bread. Hij begon als een kleine broodbakker en is uitgegroeid tot een gigant die dagelijks 100.000 broden bakt en onder meer levert aan Jumbo, Albert Heijn en HelloFresh. We gaan kijken wat zijn verhaal is en waarom hij zo graag onderneemt in Flevoland. Maar voor we hem erbij halen, ga ik in gesprek met zijn grootste fan. En dat is zijn dochter, zijn 16-jarige dochter, Sarah. Goedenavond, Sarah. Goedenavond. Wat fijn dat je er bent. Dankjewel. Jouw vader zei, ik kom niet alleen, maar Sarah moet mee. Ja. Waarom? Ja, zoals je zei, grootste fan. Ja, een groot voorbeeld ook voor mij. En ja, omdat ik zijn dochter ben, ja. Wat maakt hem tot een voorbeeld? Een grote inspiratie, ja. Ook, hij is mijn vader. En als een vader zijnde dan, ja, inspireert hij mij veel. Over hoe hij met zijn bedrijf ook omgaat en ja. Hij is heel trots op jou. Waarom, denk je? Weet ik niet. Nou, dan gaan we dat zo dadelijk zelf vragen. Voordat we hem erbij halen, willen we hem een beetje leren kennen. Mm-hmm. Hoe zou je het karakter van je vader omschrijven? Hij is een zeer vriendelijke man. Zeer behulpzaam. Mm-hmm. En hij wordt altijd het beste voor iedereen. En hij is zorgzaam. Ook zorgzaam. Ja, ja. En waarin lijken jullie op elkaar? Wat zei je? Waarin lijken jullie op elkaar? Uiterlijk en innerlijk, ja. Ik denk, hij is heel vaak positief. Mm-hmm. Ik ook. Het is een gemeenschap. En waarin denk je, dat delen we echt niet? Of daarin is mijn vader zo anders? Geen idee, ik weet niet. We lijken best veel op elkaar. Ja. Zullen we hem er eens bij halen? Mm. Hij heeft bruine ogen, hè? Ja. Ja, we gaan hem erbij halen. Hier is je vader. Fadi, kom er lekker bij. Nou, daar is die vader waar je zo trots op bent. Ze is trots op je. Ja, ja. Ook. Ja. Hoe zou je jullie band omschrijven? Wij helpen graag. Wij zijn ook gemotiveerd wat ook te bereiken. Wij wollen niet stagneerd blijven, we willen ook wat erreichen. En goed is niet goed genoeg. We willen meer zijn als gewoon normaal. Daar klinkt heel veel ambitie in door. Dat zou ook een druk kunnen leggen soms, als je vader steeds beter, steeds meer. Ja. Hoe ervaar je dat? Ik zie mijn vader als een echte doorzetter. En ja, er horen sowieso moeilijkheden bij, maar dat houdt hem nergens tegenaan. En ja, zo houdt hij elke uitdaging tegen en gaat hij altijd maar verder en verder. Al die uitdagingen die je tegenkwam, die gaan we vanavond uitgebreid bespreken. Maar laten we beginnen met wat hier voor ons ligt, want dat is jouw trots. Ja, wij presenteren hier ons product. Dat is platte brood, Arabisch brood, maar echt, dat is echt Libanese brood. Dat eten we op het huis. Het eten in Midden-Oosten landen, alle mensen, ontbijten, lunchen, dinner. De hele dag door hele eten dag, hier ja. Dit brood. Dat hoort bij ons, brood hoort bij iedere gelegenheid bij. Waarom? Dat is traditioneel en
zonder brood word je ook niet zat. Ja. Je moet brood bij eten. Je bedoelt, dit is zo lekker, je krijgt er geen genoeg van? Dat op tuurlijk, ne? Ja, tuurlijk, ja. Het is zo lekker. Het is gezond, het is lekker. En bij ons hoort bij, omdat we moeten overal dippen. En we gaan ook rollen, we gaan ook een sandwich eten. Mm-hmm. En dat is bij ons. Je zegt het is een soort multi-inzetbaar brood, je kan er overal voor gebruiken. We eten het gewoon zo, of we gaan toasten, of we gaan het frituren en dan in de salade als croutons gebruiken. Er zijn heel veel verschillende salade wat deze brood als klein gemaakt binnenkomt. En dat hoort bij shawarma, bij falafel. Ja. En als dippen gooit hij bij hummus. Dat doe ik vooral inderdaad. Ja, overal hoort het bij. Het ruikt ook, even voor wie nou thuis zit te kijken, het is jammer dat we geen geuruitzending hebben, want het ruikt ongelooflijk lekker. Ja. Sarah, wat zit er in jouw broodtrommel als je naar school gaat? Oh, vaak chocopasta. Dat is echt heel lekker. Dit brood met chocopasta? Ja. Ja. En ook soms een sandwich. Ja, zoals u zei, elke gelegenheid eigenlijk. Dus dat is uitdelen op school of niet? Dat ook. Ja. Vroeger was het zo. Dat zij echt een broodtrommel had gekregen. Met het brood hebben we ook zo klein gemaakt, omdat het makkelijk te eten is. Niet zo als een groot stuk. Ja. En dan had die gewoon met andere kinderen geruild. Ja. En waar ruilde je dat dan voor? Oh, nee, niet ruilen. Ik gaf ze ook van ja, probeer maar. En dat vinden ze ook heel lekker. Ja. En sindsdien zijn ze ook het brood gaan eten. En, ja. Nou, Stefan zegt al, het brood is erg lekker. Maar hij zegt ook, je hebt het nog nooit aan mij uitgedeeld. Ken je Stefan? Ja. Nee. Ah, het is een geheime naam misschien. Nee, dan moet hij langskomen en gaan we zeggen. Ja, precies. Al 21 jaar onderneem je in Almere. Ja. Waarom Almere? Ik ben verhuisd van Duitsland naar hier toe. Ja. Ik was jong. Ik was 22 jaar oud, bijna 23. En ik zoekte wat nieuw. Gewoon, ik hou niet van oude locatie. Ik wil gewoon een nieuwe locatie hebben. En als je brood hebt, of dat een levensmiddel, of een horeca, dan hoor ook een goede locatie waar het schoon is, waar goede productie kan doen. En waarom dacht je, dat is Almere, dan moet ik in Almere? Almere ligt bijna centraal als alle andere stad, een randstandomgeving. Almere was voor mij makkelijk geweest. Nu is die tijd veranderd, nu is het andere tijden gekomen. Maar Almere was het van begin aan, zeg maar, als iemand ziet en je houdt van hem, van eerst een... Liefde op het eerste gezicht. Ja, precies. Had je dat met Almere? Dat is zo gebeurd. Waar denk je dat die liefde dan zit, van je vader voor Almere? Wat heeft Almere wat andere plekken niet hebben? Dat is van bouwgevoel. Dat kan ja niet. Dat kun je niet uitleggen. Nee, dat was het gewoon. Je moest hier zijn. Als je voor 20 jaar aan nu Almere vergelijkt, dat is het verschil. Dat was die centrum nog niet zo uitgebreid. Dat was nog een klein centrum. Je zegt het is een plek, eigenlijk er was nog van alles mogelijk. Ja, het was maagdelijk. Alles en jij ging, jij ging daar ondernemen. Maar je komt oorspronkelijk, of je hebt lang ook in Duitsland gewoond. Je vader kwam uit Libanon. Ja. Wat bracht hem in Duitsland? Ja, we zijn ook gevlucht door oorlog in Libanon. Mm-hmm. Mijn vader is naar Duitsland gekomen hij zegt, een paar weken, een paar maanden, dan is het weer rustig in onze landen, gaan we weer terug. Aha, dat was een tijdelijk idee. Tijdelijk, ja. Het was tijdelijk. En die tijdelijk is nu meer dan 35 jaar. En met de tijd, heeft mijn vader gevraagd, ik wil graag weer die brood hebben. Ik wil gewoon ook mijn eten, wat ik op de tafel heb, ook andere mensen presenteren, ook andere mensen geven. Mijn vader en mijn moeder hebben het op het huis gemaakt, een kleine oven. En dan hebben mijn vader in Duitsland een klein bedrijf begonnen. En dan hebben we expandeerd naar Nederland. En dan op één keer dacht hij, laten we daar proberen. Misschien hebben we meer succes, dat we iets opbouwen
dat wij zeg maar, goed genoeg daarvan leven. Ja, dus Nederland bood meer kansen voor dit brood dan Duitsland? Nederland bood meer mogelijkheden als in Duitsland. Ja, wat was het verschil? Duitsland was het nog niet multicultureel. Hier is meer multicultureel. Hier zijn mensen dichterbij. En Duitsland is het nog niet zo geweest, die tijd. Ja, precies. Maar nu is het ook overal hetzelfde. Iedereen door internet en door digitalisering, dat iedereen weet wat voor culturele of voor eten iedere land heeft. Jullie vonden het belangrijk om die smaak hier naartoe te brengen, hè? Dit brood hier naartoe te brengen? Ja, in eerste kant, wij wonen gewoon op dat wij een goede bedrijf beginnen, dat we een goed leven van deze bedrijf. Mm-hmm. En met de tijd is het zo dat we gegroeid zijn en we zijn begonnen met meer personeel, meer grote ruimte. Dan zijn we verhuisd naar een andere ruimte. Ja, laten we even terug naar het begin, want je was in Almere gekomen. Je werd verliefd op Almere, liefde op het eerste gezicht. Je wil hier een broodfabriek beginnen. Ja. Hoe ben je begonnen? Het is echt moeilijk geweest. We hadden heel veel problemen van het begin. Zoals? We kenden taal niet. Aha. Taal was een grote blokkade voor ons. Mm-hmm. Wet sowieso. Personeel, gewoon bedrijfseconomie was echt moeilijk voor ons. Daar hebben we veel fout gemaakt, veel geleerd. Dan met de tijd hebben we dan meer en meer geleerd van onze fouten. Wat voor fouten maakte je zoal? Wat zie je nu als fouten? Wat we fouten gemaakt, dat wij te laat gegroeid zijn. Dat we foute beslissingen gemaakt hebben, economische beslissingen, dat we niet eerder verhuisd zijn naar een groot bedrijf, dat we eerder niet speciaal op kleine winkels specialiseren zijn. Met alle wetenschap van nu had je heel veel dingen anders gedaan. Ja, had ik veel, veel andere dingen gemaakt. Sarah, jij zit te knikken. Ja. Wat denk je als je dit hoort? Ja, hij heeft meegemaakt en ook de tips die geeft hij ook nu en zo. En daarvan kan ik dan weer leren als ik later ook iets met ondernemingschap kan doen. Ja. Hoe kan het dat het toch, want je zegt we hadden heel veel problemen en eigenlijk wisten we ook niet, we wisten niet waar we moesten beginnen, we hadden last van die taal. Wanneer was het moment dat je dacht, hé, maar het begint wel te lukken? Dat was het 2007, 2008, als die crisis kwam, met die economische crisis kwam. Dat iedereen dan, was ook zo'n tijd waar iedereen gezond leven wil. Dat echt mazen in de grond gekomen, dat iedereen ook dippen wil. En dat heb je ook gevoeld, dat iedereen niet meer een burger eten wil, dat iedereen gezond eten wil. En dan was ook een speciale gelegenheid waar deze brood bij mensen bijkwam. En op één keer, dat is wat mooi, dat is wat een mooi product, dat is lekker. En daar is het weer gevoel gekregen dat gaat beter. Ja, dus er was een soort trend gaande in wat de consument wilde. Ja. En dat sloot aan. Wat weet jij nog van die tijd? Die crisis die je van. Oh, ik was blij. Ik kreeg gewoon af en toe een lekker stukje brood. Ja, dat was nog niks. Mijn vader had ze altijd meegenomen naar onze werk en dan had hij altijd rondgegaan en uitgelegd. Ja. Maar dus in de crisis begon jouw succes. Ja. Ja. Daar wordt het beter en beter. Maar het eerste jaar was het echt moeilijk voor ons. Maar je bent doorgegaan. Ja. Wat in jou was dat je toch het lef had om door te zetten? Ik heb altijd gedacht dat is een onderneming dat ik graag ontwikkelen wil. Ik wil voor niemand anders werken. Ik wil geen opdrachten van niemand krijgen. Ik wil opdrachten geven. Ik wil visioen geven. Ik wil wat opbouwen. Wat ik daarna zag, oké, dat heb ik gedaan.
Je had een grote droom dus eigenlijk in je hoofd waar je naartoe wilde werken. Hoe zag die droom eruit? Dat ik minder werken en meer geld verdienen. Maar dat is, dat is precies niet zo gekomen, want dat komt ook nooit zo voor. Ik wil graag een groot bedrijf hebben, dat ik ook veel personeel heb, dat ik ook mij wordt ook vroeger ook geholpen en ik wil ook iemand anderen helpen. Aha. Dus dat, je bent ook heel sociaal betrokken, hè? Ja, klein beetje, zeg maar, klein beetje. En zo, veel mensen die bij mij gewerkt hebben, hebben ook een eigen onderneming. Ze hebben ook die blokkade geweest met taal. Ze hebben heel veel, geen idee van wet, geen idee van economie. Hoe ga ik dat doen? Waar ga ik wat doen? En dit. Heel veel mensen hebben bij mij gewerkt, hebben een starthelper gekregen. En daarna met de tijd hebben die eigen bedrijf begonnen. Is bijvoorbeeld een bouwondernemer hier in Almere, die heeft ook bij mij jarenlang gewerkt. Nog heeft die eigen bedrijf. Een elektroinstallateur is ook bij mij in dienst geweest en nu is hij ook een grote elektroinstallateurbedrijf in Almere. En nu hebben twee mensen ook een eigen winkel begonnen. Die zijn alle, zij komen ook iedere keer naar mij toe en dan gaan we over geschiedenis van ons leven spreken en zij zijn blij dat... Je hebt een rol in die geschiedenis van die mensen. Ja. Ja, je hebt zaadjes geplant, je hebt ze geïnspireerd. Zij willen graag eigen geld verdienen. Mm-hmm. En die mensen willen ook wat opbouwen. Wat denk jij dat jouw vader in mensen aanzet, waardoor ze... ook een eigen bedrijf kunnen opstarten? Ik denk de motivatie en de doorzettingsvermogen. Zoals u ook net hoorde, hij zit altijd door, want een eigen bedrijf runnen is sowieso moeilijk. En als je toch doorzet, kan je toch wel bereiken wat je wilt. En dat hebben die mensen dan ook gedaan. Wat is een moment in de geschiedenis dat je het even niet meer zag zitten? Dan moet ik eerlijk zeggen, bevoor ik getrouwd heb en bevoor ik mijn dochter of mijn vrouw mijn dochter gekregen heb, dat was een tijd waar ik echt avonds in bed ging op waar ik honger had. Mm-hmm. Waar ik niet genoeg geld heb om te eten. Yeah. Want dat is ook in Europa, dat gebeurt bij mij. Dat het niet in arme landen gebeurt, dat het hier in Europa gebeurt. Maar ik wil graag mijn eigen geld verdienen. Yeah. En dat had me zo motiveerd dat ik verder ging. Ja. We hadden, als ik hier in Nederland aangekomen ben, geen woning, geen kennis, niemand. En dan van nul begonnen, van nul. En toen kwam, je vertelde net, in de crisis begon het voor jullie beter te gaan. Ja. Er kwam vraag naar dit heerlijke brood wat je maakt. Ja. Toen ben je ook gaan groeien. Ja. Er is een moment geweest, ben je naar een veel grotere locatie gegaan. Ja. Wat was de belangrijkste reden om dat te doen? Het is te klein geworden. We hebben meer geproduceerd, maar die ruimte is te klein geworden. Dus de vraag nam toe? Vroeger hebben we veel met de hand gemaakt. Mm-hmm. We hebben een machine met machinebouw ontwikkeld, dat wij echt met de machine meer werken. Ja, je hebt je eigen machine, eigenlijk is nu ook in beeld, je hebt je eigen machine ontwikkeld, hè? Ja. Wat is het geheim van die machine? Dat is geen geheim. We hebben gewoon gespecialiseerd op onze producten gemaakt. Mm-hmm. Dat het ook naar onze keuze gemaakt is. Dat wij ook weinig energie gebruiken voor het bakken. Mm-hmm. Dus je hebt een duurzame machine ontwikkeld? Ja, we hebben een duurzame machine ontwikkeld. We hebben die procedure ook helemaal snel gemaakt, dat we niet zo veel uurtjes werken, dat we echt minder uurtjes werken. Dat we ook gecertificeerd worden door IFS, dat wij gewoon ook schoon en aan het hygiëne certificaat hebben en dat het alles, vroeger hebben we alles met de hand ingepakt
En met de hand gestapeld, nu wordt alles automatisch gemaakt. Alles ontwikkeld hoe jij het eigenlijk nodig hebt. En we zijn ook een van de eerste Libanese Arabische bakkerijen in heel Europa. Ja. We hebben vroeger in Duitsland begonnen, maar het was heel klein, het was heel anders. In de allereerste tijd, hoeveel broden produceerden jullie toen per dag? Toen hebben we misschien 1000 zakje per dag geproduceerd. En nu bak je 100.000 broden per dag. Ja. Zie jij dat wel eens langskomen, die 100.000 broden? Ja, niet allemaal tegelijk, maar zoals je ziet wel. Ja, het is wel heel veel, ja. Neem eens mee, als jij die fabriek inloopt, het mooie bedrijf van je vader, wat zie je dan? Ja, brood. Brood. Mensen gaan lopen, mensen werken. Groot is het daar? Ja, ze zijn verhuisd naar een heel grote locatie. Ja. En ja, wanneer je inloopt, dan is het vol met mensen die werken. En je ziet allemaal brood voorbij op de band. En ook heel veel werknemers. En ja, dat zie je daar. En dat is het moeilijkste of het mooiste is het met een werknemer om te gaan. Hoe ga je die tevreden stellen? Het is altijd conflict tussen een en de ander, dat een andere mening is als die ander. En dat die alle bij elkaar zijn ook heel veel bij mij immigratie achtergrond, achtergrond van de mensen die bij mij werken. En daar is altijd... Er is strijd? Niet strijd, het is gewoon gevoelig. Ja. En dan moet je altijd ontspanning uitwerken op die mensen. Dat die mensen ook gaan goede werken en dat die mensen ook met elkaar ook uitkomen. Jouw werk gaat over veel meer dan brood, hè? Ja. Ja. Ik heb heel veel mensen met immigratie achtergrond. Zij kunnen die taal niet. Zij weten gewoon in Europa niet hoe ga ik uitkomen. Dat zij laat komen, dat ze af en toe maar niet komen. Dat zij, als ze ziek zijn, gaan die niet bellen, ik ben ziek. Dan blijft een werknemer een week weg en dan komt hij na een week weer zo, oh ja, ik ben ziek. Ja, ja, er zijn er mensen misschien die denken, goh, hij heeft niet echt heel erg ideale werknemers, maar hij houdt ze wel. Waarom? Nee, ik heb die ideale werknemer. Ik wil ook niet de mensen niet gewoon op de straat laten. Nee. Of die mensen dat zij gewoon op het huis zitten en niks doen. Die mensen willen graag werken, maar ze kunnen bij een Europese onderneming niet meedoen. Omdat zij hebben die mentaliteit van hier niet, nog niet geleerd. En dat leer je ze dat of laat je ze... Dat wordt met de tijd automatiseerd. Ja. Als zij niet één dag niet komen, tweede dag niet komen, dan wordt die dan maar één week niet opgeroepen om te werken. Dan gaan we later één week, dan komt die weer de volgende week, dan gaan we later luisteren. Dat kan niet dat je niet komt. Als je niet komt, dan moet je bellen. Alsjeblieft niet laat komen. En dan gaan die dat begrijpen. En ze hebben ook veel problemen. Ik heb voor jaren één medewerker gehad. Hij heeft 3 telefoonaansluiten gemaakt bij zijn huis. Ja. En hij zegt, ja, ik heb overal getekend. Waarom heb je getekend? Ja. Hij zegt, ja, ik weet het niet. Iedereen vraagt mij, ik teken. Ik zeg, ja, nu heb je 3 aansluiten van internet. Hij zegt, ja, wat moet ik doen? Ja, ik ga maar bellen. En dan ben jij er om ze te helpen. Daar ben ik. Sarah, wat vind je ervan dat je vader zich met zoveel meer bezighoudt dan alleen maar met het brood? Ja, hij moet voor zijn werknemers, ja, het beste wil hij sowieso hebben. Ja. En ja, hij is heel behulpzaam. En hij wil ook het beste voor zijn veel werknemers. Ja. En ja. Hier op de chat wordt ongelooflijk veel over jullie gepraat al. Ja. Er wordt gezegd, wat een prachtpaar. Wat zijn ze very nice, die vader en die dochter. Altijd leuk om een vader en dochter zo te zien samenwerken. Ja. En wat enig zijn ze. Ja. Dat wordt over jullie gezegd. ik vind dat we hebben één mening, maar... Is het conflict? Als het conflict is, dan komt ook een soort motivatie. Wat gaan we beter doen? Dat is niet alles ja of nee. Nee, we gaan het discussiëren, we gaan over stress maken. Dat vind ik goed, dat vind ik niet goed. En dan
Bijvoorbeeld, zij gaat op school hier in Almere. Zij is een echte Almere, ook in Almere geboren. Ja. En wij vinden Almere prachtig. Echt prachtig. Jij bent ook liefhebber van Almere. Ja. Ja. Waarom hou je zo van Almere? Ja, ik ben hier opgegroeid en het voelt echt als thuis hier. Ja. En ja. Maar je zegt, we hebben ook discussie eigenlijk met elkaar. Ja. Hoe belangrijk vind je haar mening over jouw bedrijfsvoering? Ja, zij zegt altijd, ik moet minder werken. Waarom vind je dat? Dat ik ook meer tijd voor familie heb. Ja, daarom. Ja. Waarom vind je dat? Ja, hij is niet zo veel vaak thuis. Ja, hij stopt veel tijd in zijn ondernemingschap, wat ik ook begrijp, maar ja, ook een beetje tijd voor ons. Ja. Ja. Waarom is dat zo belangrijk? Dat hij meer tijd voor thuis zou maken? Ja, ik zit ook vaak tot laat op school en ik zie hem dan, wanneer ik thuis kom, gaat hij naar werk. Dus ik zie hem pas echt 's nachts weer. En ja, ook met mijn broertjes ook. Die zien we hem wel vaker dan ik. Is dat de hoge prijs van het ondernemerschap? Ja. Als je een onderneming hebt die avonds werkt, of dat je de hele dag onderwegs bent, dan heb je met familie weinig tijd. Ja. Ik heb een bedrijf die avonds produceert en dags over of ochtends levert. Ja. En af en toe maar is een leverancier of een medewerker ziek, hij komt niet, dan moet ik opspringen voor die manier. Of dat avond, ja, of dat avonds iemand niet komt of dat we tekort aan werknemer hebben, moet ik dan daar staan en dan meedoen, meehelpen. En dan komt die familie tekort. Maakt het je boos? Nee, ik begrijp het wel dat als iemand er niet is, dat hij dan overneemt, anders loopt zijn werk niet goed. Ja. Laten we gaan eventjes naar de uitdagingen van het nu. Want we leven in een wereld waar duurzaamheid een groot thema is. Jij hebt een prachtige eigen manier ontwikkeld van broodbakken die al heel duurzaam is. Hoe groot ervaar je de druk daarmee bezig te zijn? Ja. Hoe zeg maar dat? We hebben duurzame energie. We hebben zonnepanelen op de bedrijfspand gemaakt. Je hele dak ligt vol, hè? Zeg maar 50% hebben we gedaan. Ja. Het is een investitie voor de toekomst. Mm-hmm. We hebben veel voordelen van deze investitie. Ja. Maar we hebben dat eerder gedaan. Als ik dat weet dat het zo is, hebben we dat eerder gedaan. Je was net te laat ermee, bedoel je? Ja. Waarom? Wanneer had je het beter kunnen doen? Je spaart je geld in eigen zak. Ja? Je doet een investitie, eerste keer een grote bedrag, maar dan heb je een investitie per maand krijg je terug. Je zegt, ik verdien het gewoon terug, die zonnepanelen. Ja, ja, had ik dat maar eerder gedaan. Ja. Je hebt heel veel fouten gemaakt, zei je straks. Ja. Jij noemt het fouten. Je hebt daar veel van geleerd. Nu kijken er mensen, ook van de provincie. Hoe zouden zij nou nieuwe ondernemers beter kunnen helpen? Ik vind, Almere doet het goed. Ja? Wat ik mis of wat ik niet gezien heb. Wat doen ze goed? Duurzame energie, dat zij ook we hebben volgende maand in Almere de Vaart ook een vergadering. Ja. Dat we duurzame energie daar in hele de vaart maken. Mm-hmm. Ik heb begonnen. Ja. Maar er zijn heel veel bedrijven die moeten nog doen. De vaart is een groot bedrijfsterrein waar echt veel energie gewonnen wordt mm-hmm. kunnen. Dat, als wij dat doen, dan kunnen we ook bijvoorbeeld Almere buiten met energie leveren, met zonnepanelen, dat weer energie. Dan hebben we wat gedaan. Dat Almere in de toekomst niet afwachten, gelijk actief worden. Dus jij zegt, de provincie, loop er niet achteraan, ja, maar help ons direct. Ja, wij moeten als provincie niet afwachten. Nee. Wij gaan als eerste doen.
Waarin kan Almere en Flevoland nog meer sneller, wat jou betreft? Ik vind niet gewone grote bedrijven wat ingetrekt wordt naar Flevoland. Mm-hmm. Gewoon kleine bedrijven, familiebedrijven, bedrijven met weinig personeel, maar echt speciale bedrijven. Wat iedereen waar gaat zegt, oh, dit bedrijf komt uit Almere. Die moeten hier naartoe gehaald worden. Ja, ja, ja. Wat voor bedrijven zou je hier graag zien, Sarah? Heb je daar ideeën bij? Ik zie al heel veel bedrijven, dus ik heb geen idee. Ja, wat voor kleine bedrijfjes zie je zo ontstaan waarvan je denkt, hé, dat is leuk, dat is mooi? Ja, ook voedselfabrieken. Mm-hmm. En dan bijvoorbeeld kaas of een, ja. We hebben in Ork ook een visserij, ja. dat iedereen zegt, deze vis komt uit Ork, dat weet ik, dat is lekker. Ja, die lekker trots is. Die erbij, ja, hoort. Ja. Bijvoorbeeld bij onze producten, als je overal gaat in Nederland, dan gaat iedereen zien dat, oh, deze brood uit Almere. Ja. En dat wens ik meer van bedrijven hier in Nederland. In Flevoland. In Flevoland. Dat deze komt uit Almere. Ja. Deze bedrijf komt uit Almere. Oh, deze product komt uit Almere. Dat is bekend. En wat kan de provincie daar concreet in doen? Ja, meer jonge mensen trekken. Ja, hoe? Als een bedrijf begint, helpen. Mm-hmm. Wat ik fout gemaakt heb, foute beslissing. Dat iemand een adviseur is, dat, of een Almere, dat... jonge mensen onder de armen trekt en gaat die helpen en luistert, dat het dat wordt zo gedaan. Jij zegt, er is iemand nodig die je bij de hand neemt en zegt, ik ga jou helpen. Wat voor iemand moet dat zijn? Ondernemer. Uh-huh. Die bijvoorbeeld zegt, oké, dat is een goede product, we gaan met je meewerken, doe maar je zaak, we gaan mee doen. Ja. En dat is bijvoorbeeld, of dat het ondernemer naar school gaan en gewoon die onderneming presenteren op school. Zeg, luister, dat een onderneming zo, dat kan gebeuren, dat kan je ook doen. Dus bij Sarah in de klas, ja, moeten ondernemers komen vertellen hoe mooi het ondernemerschap is. Ja. Ja, Nikki vraagt zich ook af of jij het bedrijfsleven in wil later, Sarah. Ja, ik wil sowieso mijn diploma eerst halen. Je zit nu in 4 VWO, ja, hè? Ja, nog 2 jaar. En ja, ik heb nog een breed pad eigenlijk. Mm-hmm. Ik weet niet zeker wat ik op wil, maar wel misschien de pad van ondernemingschap of geneeskunde. Ah, ja. En waar longt de geneeskunde? Ja, ik doe VWO en ik heb een natuurpakket. En ja, het lijkt me heel leuk om de medicijnenwereld in te gaan. Maar ook ondernemerschap. Wat is het ondernemerschap? Wat spreekt je erin aan? Om ook succesvol te worden als mijn vader. Oh, savers. Ja. Gewoon opdracht geven. Gewoon, ja. Gewoon deze werk. Gewoon doorgaan door het bedrijf. En dat moeten we doen, dat moeten we doen, dat gaan we doen. Gewoon eigen idee. En, in een bedrijf laten vallen aan de gang. Is dat wat je er adviseert? Doe maar niet geneeskunde, maar word ondernemer? Nee. Ik adviseer allebei. Ik heb met haar gesproken, als je geneeskunde wil maken, gaan we geneeskunde maken. Mm-hmm. Dan gaan we een bedrijf met geneeskunde beginnen. Maar het belangrijkste, ik heb je gezegd, ik ga je alles investeren, alles tot jij alles gedaan hebt, de opleiding, alles ga ik. Je bent mijn dochter, ik ben verplicht om dat te doen. Ik probeer alles te maken omdat jij succes een baan krijgt. Of dat je gewoon goede opleiding, goede onderwijs krijgt. Maar als je bijvoorbeeld een arts wordt of een dokter, dan wil ik ook graag dat jij ook mensen ook helpt. Ja. Dat je bijvoorbeeld alle paar jaren naar een arme land gaan en gewoon mensen ook helpen. Dat echt iets goeds achterlaten en geven aan de wereld is voor jou belangrijk. Wij hebben, mijn vader en ik, we zijn uit een arme land gekomen. Ja. En we hebben hier
goede onderwijs gekregen. We hebben hier een goede leven gekregen. En dan wollen we ook een beetje weer teruggeven. Dus dat is uiteindelijk ook een hele belangrijke drijfveer in dat ondernemerschap. Ja. Niet gewoon economisch denken, ook sociaal denken. Ook sociaal denken. Nou heb je 100.000 broden per dag. Moet dat er 200.000 worden? Een miljoen? Nee. Waar wil je naartoe groeien? Ik wil deze product niet dat het een speciaal product wordt. Dat het een delicatessen wordt. Mm-hmm. Dat je hebt bijvoorbeeld een kaas die heet Volendamme. Of je hebt een Gouda kaas. Mm-hmm. En ik wil gewoon Almeerse brood hebben. Het Almeerse brood. Dus we gaan het geen Arabic bread meer noemen maar Almeerse brood. Brood ja. Ja, bij deze en hebben we die gelanceerd. Dat is ook bekend. Als je overal gaat in Nederland, dan ga je zien dat het Almeerse brood. Dat kent het ieder. De blauwe afdruk, de blauwe cliché. Dat is het Almeerse brood. Ja, dus dat moet er eigenlijk bij op het zakje. Ja. Ja. Sarah, Joop wil het weten, maar ik ook. Ga jij het stokje van je vader overnemen? Hoe groot is die kans er? Als mijn toekomst dat wil, als ik dat zie in mijn toekomst later. Ik zou het wel willen, maar ja. En wat is de maar? Ja, zoals ik al eerder zei, misschien dat ik een andere kant op wil. Ja. Daarom, ik zie mijn toekomst nog niet helemaal voor me. Het is nog heel breed. En ja, ik zou het wel willen. Ik heb een voorstelling wat ik... Ik kan ook mijn ervaring aan mijn kinderen ook doorgeven. Ja. Ik heb ook niet begonnen als ondernemer. Ik heb ook bij iemand anders geleerd. Ik heb ook bij iemand anders gewerkt. Ik heb een andere opleiding gemaakt. Ik heb veel ook gestudeerd, afgebroken. Ik heb gestudeerd, afgebroken omdat ik geen geld had. Ja. Omdat het echt, studeren zonder geld ging niet. Wat hoop je voor haar? Dat zij echt studeert, dat zij echt een goede opleiding krijgt. En dat zij met de opleiding, met de ervaring wat zij in op school krijgt op de opleiding, ook een eigen bedrijf begint. En het hoeft niet het Arabische brood dat te moet zijn. Niet, het Arabische brood. Zij heeft nog drie andere broertjes. Eentje van die gaat er ook. Ah ja, er zit er wel eentje tussen. Die gaat er eentje opnemen. Ja. Maar is het voor iedereen. Mijn kinderen krijgen dezelfde kans, want ik ga alles investeren voor mijn kinderen, dat zij ook een goede opleiding, een goede onderwijs krijgen, dat zij ook goede mensen worden, dat zij ook vriendelijk, heilzaam en eigen geld verdienen kunnen. Nou, dat zit er volgens mij helemaal in. Hey, jij wil natuurlijk een verdere prachtige toekomst voor jouw bedrijf, wie ook jouw opvolger wordt. Wat kunnen de mensen die nu zitten te kijken doen om jou daarbij te helpen? Brood kopen. Waarvan acte koop dit brood? Eva zegt al, daar ga ik zeker voor, dat Almeerse brood. Dus ja. dat wordt al omarmd. Ja. Dat is belangrijk natuurlijk, het brood wordt verkocht. Ja. Wat kan de provincie doen om jou nog verder te helpen? Wij moeten samen heavy dingen doen. Wat bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, ik had mijn ingrediënten niet uit Flevoland. Ah. Dat wil ik op Flevoland halen, ja. Maar er bestaan geen grote molen hier dat mij leveren kunnen. Mm-hmm. Nu haal ik vlak bij Groningen mijn mee. Maar dus je gaat een beetje vreemd in een provincie. Ja, maar dat is, als we in bedrijven hier samen werken kunnen, ja. Dan groeien we ook samen groot. Dus jij zegt, provincie, help mij aan om de grondstoffen hier uit mijn eigen provincie te halen. Ja. Ja. Wat nog meer? Energie hebben we nu uit de zon, dat krijgt iedere land. dat wij ook ondernemingen hebben die samenwerken. Waarin? Het moet ja niet dat wij gewoon kopen, verkopen, dan gewoon samen bijvoorbeeld één product doorgeven aan iemand anders. Bijvoorbeeld dat een lunchpakket gemaakt wordt voor kinderen. Ja. Dat het ook aan school doorgegeven wordt. En zo komen we weer bij jouw broodtrommels aan, natuurlijk. Ja. in de chat is veel activiteit geweest. Mensen zijn absoluut fan van jullie geworden. Dus dat is al, gelukt. We zijn ook echt Almeerse. Hè? Ja. We voelen ons echt op thuis hier. Wat zegt je vader over jou? Mijn vader is blij. Ja. Hij trots op ons, trots op dat mijn kinderen ook
goede onderwijs krijgen, dat zij ook later ook wat goede dingen maken. Wat is precies gezegd? Dus je vader is tevreden met dat jij verliefd werd op Almere en hier jouw onderneming startte? Mijn vader is tevreden met ons dat wij ook gewoon in Nederland ook een goede product geleverd hebben. En iedereen weet dat deze brood komt uit Almere. Iedereen vindt het lekker. Eén keer geproefd en nooit vergeten. Nooit vergeten. Joop wil heel graag weten of hij het brood ook bij jullie in de fabriek kan komen kopen. Ja, tuurlijk. Ja? Ja. Joop, je bent van harte welkom. Ja. Milène vindt het heel erg leuk om de gezichten achter het product te zien. Ja. En is vader ook trots op dochter? Vraagt Nikki. Nou, als jij daarop mee bedoelt, want jij bent heel trots, maar opa volgens mij ook, hè? Ik ben trots op mijn dochter. Ja. Oké, zij is nu 16 jaar. Het is een leeftijd waar echt andere mening is, waar andere interesse is. Maar daar sta ik achter en laten weten, luister, je moet het oefenen voor school, je moet het beter doen. Is het niet genoeg een goede cijfer te krijgen, je moet het echt nog beter maken. Ah. En dat gaat ook bij mijn kleine kinderen ook, dat zij ook goede cijfer krijgen. Die gedrevenheid en ambitie zit erin. Ja. En Leendert heeft nog de suggestie om jullie heerlijke brood te combineren met Flevo honing. Ja. Ja, goed idee. Wij doen, een van mijn zoon, hij doet het mozzarella met honing boven en gaat die rollen. Kijk, dus honing en mozzarella. Mozzarella. En de chocopasta erop was ook heerlijk, hè? Ja, die gaan we hier. Ja. Ik stel voor dat wij zo dadelijk lekker dat brood gaan eten. Niet voordat ik jullie thuis vertel dat de volgende uitzending van Ondernemers van Eigen Zeebodem is op 17 november. En dan komt hier die visser uit Urk, waar je het net al even over had. Dat is Hendrik Kramer. En hij noemt zichzelf de meest duurzame visser van Nederland. En hij zegt, ik vaar op de Tesla's van de zee. Oh. Dus dat op 17 november. Ja. Ik wil jullie heel hartelijk danken dat jullie hier vandaag waren. En het Almeerse brood op de kaart hebben gezet. En ik wens jullie een hele mooie toekomst. Dank dat jullie hier waren. Dank je wel. En thuis, dank voor het kijken.